dacht, ja, ik ben toch een digital nomad. Dus ik doe koptelefoon en zo'n staartje en zo. En dan binnenkort allemaal tattoos. En een beetje scooterrijden. Ja, toch. Ah ja, ik zei toch dat ik 2 posts ging maken? Of heb ik dat helemaal niet geüpload? Volgens mij heb ik dat helemaal niet geüpload. Maar ik heb dus gisteren opgenomen dat ik met mijn blog bezig ging vandaag. Maar het zat niet in de video. Maar ik heb het wel gezegd. Maar dan zeg ik het nu, zeg maar weer. Zeg maar nu, zeg maar weer. Rapper alles. Maar Rapper alles, dat is wel een mooie naam voor een rapper. Ja, jammerdeboel.nl staan 2 blogposts. Maar eigenlijk is het wat jullie allemaal al weten. 1 blogpost over quarantaine in een Thais hotel. En de tweede blogpost is gewoon content voor mijn e-book. Kunnen we alweer vliegen? Als je hem nog niet hebt gekocht, ja, moet je zelf weten of je hem koopt. Maar het zou sympathiek zijn. Ja, dat staat op jammerdeboel.nl. Kijk maar. Quarantaine notities uit Bangkok en kunnen we alweer vliegen. Top. Indian food. Groente. Een putter met konijnenvoer. Ja. Rijst. Daal. Groente. Een saus met 1 ei. Verder natuurlijk een blikje Cola Zero. Van de 12 zijn er nog maar 4 over. Ik weet nog dat ik voor het eerst cola ging drinken. Dat was in... Of Cola Zero bedoel ik. Nee, Cola Light was het toen. 2014 in Colombia, toen het WK was. Dat was echt fantastisch. Colombia deed het ook goed op het WK. Ze versloegen Uruguay met 2-0. Groot feest in Medellin. Maar... Ja, dat was de hele tijd warm en tropisch. En toen ontdekte ik dat een blikje Cola Light, een knotskoud blikje Cola Light, ja, dat is gewoon iedere keer een cadeautje. Maar ja, morgen, en jullie zijn nog op tijd als je het gewoon snel doet, zeg maar. Morgen stuur ik mijn eerste van de 4 nieuwsbrieven die ik per jaar ga sturen over kamerplanten. Ik wil ieder seizoen een nieuwsbrief sturen. En in die nieuwsbrief vertel ik wat je in dit seizoen moet doen. Nu is het natuurlijk voorjaar geworden en dan verandert er best wel veel. Je kunt planten gaan zaaien, je kunt nieuwe kamerplanten kopen, je kunt gaan verpotten, weer nieuwe voeding geven, dat soort dingen. Nou, dat leg ik allemaal uit in die nieuwsbrief. En die stuur ik dus morgen, 21 maart. En dan weer 21 juni, 21 september, 21 december. Ik doe er 4 per jaar. Ik vind dat wel voldoende. Dus mocht je die nieuwsbrief willen hebben, moet je even naar plantenboek.nl gaan. En dan je inschrijven voor die nieuwsbrief. Mocht je mijn plantenboek nog niet hebben, is het ook een goed moment om het te kopen. Want volgens mij komende dinsdag is de nieuwe, uitgebreide, verbeterde druk er. Het boek is wat dikker geworden. Er zit wat meer tekst in. Het is wat mooier opgemaakt. Er zitten wat meer afbeeldingen in. Ik heb wat illustraties gemaakt. En ja, ik heb wat extra dingen getypt. Heb je het boek al, dan zou ik het niet kopen, want zoveel is er ook weer niet veranderd. Maar het is misschien wel een goed moment om even een cadeau te kopen voor een bekende. Shout-out jezelf als je dat doet. Zie je? De zon is daar en straks gaat hij hier onder, maar dan blijf ik hier gewoon liggen. Weet je wat eigenlijk echt heel vet is als je rond de Evenaar bent? In een tropisch gebied. Zo'n land als Thailand. Waarom gaat die tv steeds aan? De geur. De geur is chill. Lekker mensen die op houtskool dingen grillen. Die frangipani bomen naast het zwembad. Zo'n soort lekkere hoge luchtvochtigheid. Een soort van broeierig, dat is zo tunde lekker. Priceless, zoals Mastercard zou zeggen. Maar we hebben natuurlijk geen, ja, we hebben wel Mastercard, maar we rocken wel gewoon de Amex natuurlijk, hè. Shoutout American Express. Shoutout American Express voor het mee mogelijk maken van deze reis. En lekker vluchtje in toe. En een vluchtje terug trouwens ook. Maar daarover later meer. Even een YouTube-tipje op het eind. Ja. Ik weet niet of ik dit wel eens getipt heb. Ik denk het niet, maar ik weet het niet zeker. Daarom zei ik dit. Geography Now. Geography Now is een YouTube-kanaal die
een kanaal, het kanaal, dat. Geography Now is een YouTube kanaal dat informatieve, aardrijkskundige, topografische, sociaal, geografisch, culturele video's maakt. Met een educatief karakter. Ze doen dat op alfabetische volgorde. Dus ze zijn begonnen met Afghanistan, denk ik. En ze zijn nu aangekomen bij Zuid-Afrika, of in het Engels South Africa. Dus er staat nu een video online, die heet Geography Now South Africa, van een half uur met informatie over het land. En zo hebben ze dat dus over zo'n beetje ieder land gedaan, tot aan in het alfabet Zuid-Afrika. Kijk. Apartheid. In addition, you will notice there are so many different architecture styles in South Africa. You have everything from the massive statues. Ja, is dus interessant, want zo leer je nog eens wat. En dat is leuk. Dan krijg je misschien wat meer begrip voor de wereld. Ja, de wereld. Misschien ga ik die ooit nog zien.